Een mooi moment voor Ramon Leeuwin. De verdediger begon in de met 2-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Os in de basis en maakte daarmee zijn officiële debuut voor AZ. Hoe gaat het met je? Je hebt het debuut gemaakt. Ja, dus ik kan alleen maar zeggen dat het goed gaat. Het gaat sowieso lekker hier. En de wedstrijd met mijn debuut erbij, dat is extra mooi. Dus lekker. Je had eigenlijk niet zoveel te doen, toch? Nee, helemaal niet. Maar je moet toch altijd goed neerzetten en de voorste bedienen van een beetje bruikbare ballen. Maar ik moet eerlijk zeggen, we hadden niet heel veel te doen, dus dat klopt. Leeuwin was niet de enige die die avond zijn debuut voor de Alkmaarders maakte. Het is een Noor en hij komt erin voor een Noor. Debutant Hakon Evjen, Noors voetballer van het jaar. Type Stenks. Ja, yeah, I just had my debut and it was a really, what's call it, a fun and good experience. So I'm really happy about that one. When did you hear you were going to play? At the 17 minutes. Now I just had the kid told me to get ready and then could just smile. That's all. Thank you. Could you just smile? Hello, everybody. I just got my debut. I'm really happy. Happy Hakon! Yeah. Maybe a little bit nervous as well. Yeah, a lot of nervous actually. But of course, that stops when you start playing. But you always feel this a little bit more at the first time and everything too when you step out on the field. Hoewel de wedstrijd uitstekend verliep voor AZ, was daar af en toe weinig van te zien door de dichte mist. Wie komt daar nog? Ja. A little bit sad, of course, that you made your debut, but it's really hard to see on the television. Yeah, but that's how it is. Sometimes it rains, sometimes it's a big fog cloud. And yeah, you're used to some pretty bad weather in Norway. I'm used to it, so it was fine for me. Een aantal vrienden zaten voor de tv en mijn vriendin, mijn moeder, die zei, ja, soms dan zagen we je niet eens goed. Dus, maar ach, ze wisten wel dat ik meedeed. Ja, dat is het belangrijkste. Je staat op het wedstrijdformulier, dus. Precies, precies. Ja.